inderdaad, we gaan terugstarten met Snuffels. Onze specialist die we elke week vanaf nu weer gaan uitnodigen op dinsdag is Inge Pauwels. Zij heeft een erkend holistisch ontmoetingscentrum voor gedragstherapie en opleiding van mens en dier. En dat noemt met een heel mooie naam de Toscanza Hoeve. Goedemiddag, Inge. Goedemiddag. Heb je een leuke zomer gehad? Want we hebben je een tijdje niet gezien. Ik heb een hele leuke zomer gehad. Dus we hebben een goede maand augustus gehad. Ja. Raiko is heel eventjes ziek geweest, maar hij is er helemaal terug bovenop. Wat had hem? Had tekort aan rode en witte bloedcelletjes. Dus het was wel spannend. Ja, 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 ja. Hij ziet er zo flashy uit. Ja, hij heeft speciaal voor vandaag een reddingsvestje aan. Niet dat we hier in water zitten natuurlijk, maar ik wou het jullie eens laten zien. Ja? Want daar zijn we deze zomer mee bezig geweest voornamelijk. We hebben een zwembad gebouwd voor honden. Ah. En hij zwemt fantastisch graag als Raiko. Ja, kon hem nog niet zwemmen? Hij kan niet zwemmen. Hij kan helemaal niet zwemmen. Hij heeft die reddingsvest nodig, want anders doet hij de baksteenslag. Allee, ik dacht dat honden altijd konden zwemmen. Honden kunnen niet altijd zwemmen. Mensen denken dat inderdaad, maar wees toch maar voorzichtig. Zeker als ze zo wat gespierder, wat breder zijn, dan durven ze nogal eens zinken. Allee, maar heb je daar ervaring mee gehad? Ik heb hem één keer moeten redden. Dat was toen we het eerste hydrotherapiecentrum hadden hier in België. Toen gingen we zwemmen met zijn vriendinnetje. Zijn vriendinnetje is een golden retriever van een vriendin van mij. Is dat hierop? Voilà, dat heb ik op het boek. Tosca. Voilà. En die zwemt natuurlijk graag en die kon zwemmen en die was in het zwembad. En hij ging aan de kant met zijn pootje van hey, kom eruit, kom eruit. Hij had geen reddingsvest aan, voor alle duidelijkheid, want we hadden geen idee of hij zwom of niet. En die man die zegt nog, oh, die springt er toch nooit in. En ja, zijn woorden waren nog niet koud of hij ging achterna om haar te redden. En dan ging hem echt onder? Hij zakte gewoon. Och. En ik ben gewoon met kleren en al in dat zwembad gesprongen en ik heb hem gered. Dus dat was wel heel dus spannend. Dus voortaan als je naar het water gaat, neem je... En hij kent heel goed het verschil, want als hij het niet aan heeft, gaat hij niet in het zwembad. Hij heeft bang misschien dus een beetje. Hij kent heel goed het verschil. Ja, ja, ja. Voilà. Zeg, en is dat dan een speciaal zwembad? Is dat ook met kloor en zo? Gelijk ja, in het dat klopt. Het is verwarmd, dus het is minimum 24 graden. Het is inderdaad kloor, maar dat wordt er s'avonds in gedaan, dat het door de dag dat de honden daar geen last meer van hebben. En waarom moeten honden dan zwemmen? Waarom hebben jullie dat gebouwd? We krijgen veel honden met gewrichtsproblemen enerzijds, tekort aan spieren. Honden die te dik zijn, dus om een natuurlijke manier te vermageren. En gewoon voor de fun. Omdat, ja, kijk, als je hier in België kan je niet zo heel veel in open lucht gaan zwemmen. Het is te koud. En ook heel veel vervuiling, glas of dergelijke in onze wateren eigenlijk. Ja. Dus mensen kunnen echt met hun hond komen zwemmen. Mensen zijn welkom vanaf nu om te komen zwemmen. Want je hebt al bijna 10 jaar die Toscanza Hoeve. Ja. Maar wat doen jullie eigenlijk juist? Ja, we werken op 4 pijlers. Enerzijds werken we met coachen en trainen van de mensen zelf. Want ik geloof erin dat niet alleen het dier opvoeding nodig heeft, maar soms ook het baasje. Ja. En niet echt opvoeding, maar eerder educatie. Hè. We schrijven boeken, we doen van alles. We geven workshops, we geven beroepsopleidingen ook. Om mensen dus, zal ik het zeggen, te leren vissen. Want ik ben er niet altijd om voor hun te vissen. Maar leer ze het liever zelf. Hè. Dus dat ze daarna aan de slag kunnen. Ja. Uiteraard werken we dan ook met de dieren. Dus we geven alles van training, hondenschool. We werken met allerlei dieren. Dus niet alleen met honden. Dus ook met probleemgedrag bij paarden, bij katten. Ja. Zelfs in dierentuinen werk ik soms. Hè. Dus dat is allemaal heel, heel fun om te doen. Ja. En dat is... We werken ook wel op een holistische manier. Dus dat wil zeggen dat we alles, het geheel gaan bekijken. Dus niet alleen het dier, maar ook het baasje, de omgeving, al wat eventueel mis zou kunnen gaan. Ja. Gedragstesten doen we ook, soms voor de rechter of een advocaat bij bijtincidenten. Dat is ook wel spannend, want soms moet je een negatief advies geven in verband met de hond. Maar we hebben ook al heel veel honden kunnen redden die anders er niet meer zouden geweest zijn. Ja, want dikwijls wordt dan nogal rap beslist. Het wordt heel snel beslist. Ja. Voilà. Okay. We werken ook met therapiedieren. Hulphonden, therapiedieren. En dat is de derde. En de vierde proberen we heel veel dingen te ondersteunen met kruiden of zoals nu met zwemmen of massages of dergelijke dingen. Om zo natuurlijk mogelijk met dieren te werken. Geef je ze dan een kopje thee of zo als je zegt met kruiden? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nee. Bijvoorbeeld als honden willen vermageren, om dat bijvoorbeeld terug te komen, gaan we kijken van... We kijken dat echt in het geheel. We gaan ook naar die dierenspiegel daar rond kijken. Ja. In die zin van, hoe gaat de eigenaar daarmee om? Geeft de eigenaar regelmatig snoepjes of chocolade? Dus dat is bewust maken.
ontwaking. We gaan kijken naar de hond, we gaan voeding veranderen, dus dat is al een holistische manier. En eventueel zelfs met algen supplementjes werken om op een natuurlijke manier af te vallen, dus in die zin kraden. Oké, goed. Voortaan kom je weer elke week bij ons langs. Absoluut. En als mensen dus vragen hebben, kunnen ze altijd op onze website terecht. Surf even naar tvl.be. Als je om met even welk probleem zit, dan lost Inge dat heel graag voor ons op. Want alle tips gaan ook op onze website terechtkomen. Ja, ja. We hebben nu 13 reflecties, hoe dat dieren denken, gelanceerd. En die komen heel binnenkort op de website van TVL. Oké, dankjewel Inge. En tot volgende week. Tot volgende week. Snuffels in samenwerking met Tom & Co.